mijn zusje, Vera. God, heb ik dat muziekje vaak gehoord. Ze zat er altijd mee op de kamer. Een zusje met wie ik opgroeide en alles deelde. Gaandeweg is mijn tweede solovoorstelling, net als de eerste geschreven door Thomas Verbocht. Het gaat over allerlei vormen van afscheid nemen. Eigenlijk over het afpellen wat je gedurende je leven doet. Ik loop vanmorgen naar de supermarkt. En vlakbij liep een man, een grote man met een grote tas waarop in grote letters tas stond. Hij had een klein hondje bij zich. Ik vroeg me nog even af waarom er geen hondje op dat hondje stond. Je laat eigenlijk steeds meer achter je. Je verliest je ouders, je kinderen gaan de deur uit, je laat steeds meer los, wat heel prettig kan zijn. Maar soms gebeurt er iets in je leven waar je nooit afscheid van kunt nemen, omdat het je altijd achtervolgt. Daar gaat deze voorstelling ook over. Van alles neem ik afscheid. Vooral van het verleden. Ik wil dat mijn zusje niet meer komt. Nooit meer. Maar je weet toch dat papa geen woord over papa zegt ze. En ze grijpt me bij mijn nek en ze schreeuwt het bijna. Ze liegt. Je zusje liegt. Ze is verwend. Ze wil alleen maar aandacht. Papa is juist heel lief voor haar. Omdat ze zielig is. Hoor je dat? Ze doet zielig. Het is een intieme voorstelling. Ik speel hem zo'n 60 keer, kleine theaters, door het hele land. Ja, en ik hoop natuurlijk dat u komt kijken.